Raja van de Panfluitpraktijk. En vandaag ga ik het over de volgende toonladder hebben. En dat is de toonladder van Bes. Omdat ik het speel op de 22 pijps alt of sopraan panfluit in G, betekent dat dat ik niet alleen de ladder-eigen tonen Bes en S moet spelen op een gekantelde manier, maar ook de F moet kantelen op de viespijp. Wat kun je nou spelen als je die toonladder en ook de drieklank die erbij hoort goed geoefend hebt? Een liedje natuurlijk. Ik heb er iets uitgezocht. Het komt dit keer uit een methodeboek of een speelboek eigenlijk voor viool. Vioolmuziek, net als muziek die gezongen wordt, dus zangstukken, zijn heel goed één op één over te nemen op de panfluit. De toonsoorten zijn prettig. De afstanden tussen tonen sluiten goed aan, zeker met zang. Maar ook met viool is dat gewoon over het algemeen wel goed te doen. En ik heb gekozen het stukje, nou moet ik even goed kijken, dat is geworden I'm So Alone. Deze hier. En het is van Ivan Mikhailov. Hij schrijft allerlei muziek op verschillende niveaus. Er zijn bij de Haske verschillende boeken van hem uitgegeven voor viool. Ik gebruik ze heel graag in mijn lessen. En het zijn gewoon prachtige melodieën. Dus repertoire tip van dit keer is Falconmore for Violin, waar dit stukje uitkomt. Toonladder van Bes. Let hierbij ook op hoezeer het verschil te zien is tussen een kanteling op deze Bes en een kanteling op deze Bes. Hoe groter de pijp, en dat maakt nogal uit, hè, dit en dit, hoe meer ik moet kantelen om de juiste intonatie te krijgen. En op deze fluit, omdat die bij de achterkant, zeg maar, heel diep is uitgesneden, moet ik daar nog harder voor werken. Kun je het mooi zien? Wat ook handig is aan de toonladder van Bes, in ieder geval op een G-fluit, is dat de heen- en de terugweg qua bewegingen hetzelfde zijn. Hij is symmetrisch, stijgend en dalend. Van Bes bestaat uit de volgende tonen: Bes, D, F en Bes. En dat over twee octaven. Dan klinkt het zo. De eerste oefening voor de drieklank
hetzelfde als de andere oefeningen, maar nu met andere kantelingen erin, is als volgt. Wil je je hoofd iets meer tijd geven om te schakelen tussen recht en gekanteld? Er zijn meer pijpjes gekanteld dan recht in deze drieklank. Dan herhaal je de vierde toon. Dat is de toonladder van Bes. Heel veel succes met oefenen van de toonladder, van de intonatie. Het schakelen tussen gekantelde en rechte pijpjes. Daar is dit echt een hele goede toonladder voor. Probeer het ook weer over die hele breedte van die panfluit. Zodat je alles leert kennen. Hoe dat het klinkt en welk pijpje hoe reageert. En geniet ook van het liedje. Misschien dat je het snel onder de knie hebt. Er zitten heel veel sprongen in die in de drieklank voorkomen. Dus als je hem eenmaal in je hoofd hebt zitten, lukt het vast ook om het deuntje uit te zoeken. Wil je me iets vragen over panfluit of een volgende toonladder of liedje aanvragen? Zet het in de comments hier beneden. En ga eventueel naar www.panfluitkopen.nl of www.panfluitpraktijk.nl. Tot het volgende filmpje. Doei!